Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Deinze Rizee. Je weet dat het 4-1 is. Wij praten daarover na met de trainer van Deinze, met David Gevaert. Mais je donne immédiatement la parole à monsieur Stéphane. Quelle est votre opinion de ce match? Quelle est votre analyse? Mais je pense que nous avons eu une première mi-temps très difficile. L'équipe de Deinze avait la main mise vraiment sur la possession de balle. On a vraiment remarqué que cette équipe était de première. Je pense que c'est totalement justifié. Deuxième mi-temps, nous avons essayé de réagir. Donc tactiquement, on a apporté quelques petites modifications à cette équipe. Et je pense que mon analyse finale, parce que j'aurais espéré un peu plus, nous aurions peut-être mérité, je pense, un point. Néanmoins, on a vu que cette équipe de Deinze, avec de l'expérience, un super coach, donc ils nous ont, dans nos moments forts, ils nous auront marqué ce troisième goal et ce quatrième goal. Donc je pense, voilà, on aurait pu revendiquer un point. Néanmoins, la victoire de Deinze, je pense, peut être justifiée, oui. Être entraîneur pour une semaine, qu'est-ce que ça fait avec vous? Je dois dire que j'ai été très surpris lorsque M. Thierry m'a téléphoné mardi donc pour donner mon premier entraînement. J'étais au travail et je décroche mon GSM et j'entends « Salut Stéphane, c'est M. Thierry ». Très surpris. Est-ce que voilà, ça t'intéresse ce challenge d'une semaine pour reprendre le groupe et préparer ce groupe au match à Deinze? Mais j'avoue que je n'ai pas hésité une seule seconde, ça a été oui directement. J'ai donné ma première séance mardi, j'ai donné entraînement jeudi ainsi que vendredi. J'ai été très bien accueilli par le groupe. Mon message a été clair avec eux, c'est que ce n'était pas un objectif personnel, c'était vraiment mon objectif, c'était vraiment d'amener ce groupe dans les qualités optimales, dans une situation optimale pour affronter le leader de la série. Mais peut-être que ce n'est pas facile de faire ça. Mais voilà, comme tout le monde le sait, je viens du monde, enfin du niveau provincial. Moi, je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus facile de donner entraînement à des joueurs de national qu'à des joueurs de provincial. Donc, de plus, les joueurs ont eu une excellente mentalité avec moi. Tout le staff m'a super bien intégré. Donc, ça a vraiment été une très très bonne expérience. J'ai vu José Vigard dans la tribune, c'est le nouveau entraîneur. Écoutez, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé dans les tribunes, j'étais tellement dans mon match. Vous pouvez peut-être poser la question à M. Thierry, moi je ne suis pas amené à répondre à ce genre de choses. D'accord, merci. David, akkoord met wat de trainer gezegd heeft in verband met zijn analyse? Ja, ik denk dat we inderdaad verdiend gewonnen hebben, maar zoals ik voorspelde had, was het een fel bevochten zegen. Dus een zege die tot stand kwam op basis van de inspanning in de laatste 10 minuten. En ik denk dat Vizé eigenlijk, we hebben eigenlijk slechte ervaring met trainerswissels. Hè. We mochten naar Liers gaan op het moment dat er ook een trainerswissel was. En dat geeft soms een surplus aan de ploeg. En ik denk dat we dat, ik had ook mijn spelers daarvoor gewaarschuwd, dat het een ploeg was die misschien een beetje kon twijfelen in het begin, dat we de matches van in het begin in handen moesten nemen. We hebben dat eigenlijk wel goed gedaan in het begin, maar na de 1-0 vergeten we eigenlijk sneller de klus te klaren en sneller de controle te hebben over het spel. En Vizé had eigenlijk, ik had tijdens de rust gezegd, de stand is 2-1, maar in doelkansen was het eigenlijk 3-3. Van de rust. Dus Vizé had toch wel getoond dat ze scherp konden omschakelen. En ze scoren verdiend de 1-1, vond ik. En door de 1-1 kregen ze natuurlijk een boost en wat meer vertrouwen. En dan zie je dat mijn analyse van Vizé de voorbije weken toch wel juist was. Dat het een technisch zeer sterke ploeg is met heel wat ervaring. Die niet voor niets op Lierse gewonnen heeft, die niet voor niets thuis tegen Tesse gelijk gespeeld heeft. Ik heb ze nog vorig jaar zien spelen in de finale van de eindronde tegen Ronsen. Het is een technisch goede ploeg met heel bekwame, sterke technische spelers. En er nog een beetje gekoppeld aan ervaring. En we hebben het moeilijk gekregen, de tweede helft. En op het moment dat we eigenlijk de verlossende 3-1 kunnen maken, laten we het 2 tot 3 maal na. En dan ben ik toch wel dat we het
portie geluk gekregen hebben. En ook niet alleen geluk, maar ook een goede doelman nodig hadden. Vooral een goede doelman. Misschien eerder een goede doelman dan wat geluk. Maar toch een goede doelman nodig hadden om Vizé van het gelijkspel te houden. En in voetbal weet je, als Vizé het op 2-2 komt, dan zie ik ons geen 3 punten te pakken. Maar je gaat al bij al niet tevreden misschien over de wedstrijd van deze zelf. Ik ben super tevreden met het resultaat. Hè. Ik heb gezegd tegen de jongens, als je wil goed spelen en geen resultaat halen, dan moet je bij de scouts gaan. En als je wil bij de Deinzen spelen, dan mag je een mindere dag veroorloven, maar dan moet je winnen. En ik denk niet dat we vandaag een mindere dag hadden. Ik denk gewoon dat we op een goede tegenstander gebotst zijn, die eigenlijk niks te verliezen had vandaag. Die ook mooi in de middenmoot staat, die ver van de problematiek van Lierse en consorten staat. Dus die jongens hebben toch wel bewezen vandaag dat ze op hun plaats zitten in eerste amateur. Mag ik zeggen dat Mertens zeer goed was vandaag? Hij was top. Hij was voor mij de uitblinker vandaag, samen met onze doelman. Dus als een spits en een doelman de uitblinkers zijn, ja, dan weet je dat je kansen gekregen hebt en dat je sterk was voorin. En dat je ook op de juiste momenten het tegendoelpunt kon verhinderen door een goede doelman. 18 op 21. Mooie cijfers, hè? Ik zie zo een aureool boven je hoofd. Nee, ik denk dat als je van Deinzen bent, dan ben je nuchter genoeg om te beseffen dat we daar staan door het harde werken. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. Voor mij is de voorbereiding vandaag afgelopen. Dus ik heb ook tegen de spelers gezegd, mijn voorbereiding die loopt tot de week van 15 oktober. We hebben zeer hard gewerkt, 3 maanden. We zijn begonnen op 17 juli en we komen nu in de week van 17 oktober, dus we hebben 3 maanden echt hard gewerkt. En ik denk dat de basis is van de 18 op 21 en het is nu aan ons om rustig te blijven. En ik zeg het nog een keer, als je van Deinzen komt, dan ben je wel nuchter genoeg en realistisch genoeg om te genieten van het moment, maar om zeker niet te gaan zweven. Oké, dank u. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit de Vizé? Oui, il a dit que Vizé, ils avaient visionné l'équipe de Vizé donc la semaine passée, je pense, qu'ils savaient que cette équipe avait d'énormes qualités au niveau technique. Ça s'est vérifié aujourd'hui, je pense. Il a dit aussi que bon, ça peut être 3-3 ce match-là. Vous avez parlé aussi de votre fameux centre-avant, Mertens, qui, je pense, aujourd'hui, ben, voilà, a fait la différence. Tous les ballons qu'il a eu, les a bien négociés. Que ce soit dans son rôle de pivot ou alors dans son rôle devant le goal. Donc voilà, vous n'êtes pas, voilà, l'équipe de Deinzen n'est pas en tête du championnat pour rien. Mais je suis certain que visé dans une spirale positive, le match peut être inversé aujourd'hui, totalement. Merci bien. Zijn er vragen? David, het debuut van Gert van Wallen. Tevreden? Ik ben vooral tevreden met het resultaat. Hè. Als je het resultaat bepaalt alles in voetbal. Dus het feit dat we 4-1 winnen, geeft al een goed gevoel. Ook voor de jongens die gestart zijn en die ingekomen zijn. Vergeet niet alleen Hert, maar ook Bart Goossens maakt zijn debuut vandaag. Hè. Het is altijd belangrijk en interessant voor jongens die inkomen of die voor de eerste keer mogen starten, dat ze dat direct kunnen koppelen aan een resultaat. En ik denk dat Gert toch wel wat moeite gehad heeft om zich in deze match te knokken. En dat we niet kunnen, ontkennen dat hij voor de eerste keer dat hij toch wel moeite had om in de match te komen. En dat ga ik ook niet ontkennen vandaag. Maar ja, je moet de jongens toch een keer de kansen geven en toch een keer voor mij aanhanger geweest van technische spelers en bij mij is het toch wel een klassenspeler die van heel ver komt en die we stapsgewijs en druppelsgewijs toch wel gaan laten proeven van het groot werk. Verstaat dit? Goed, dan wil ik u bedanken. Ik wil je feliciteren, Lantenheur de Vizé.
parce que c'est pas facile dans une semaine ce qu'il a réalisé là. Et je sais bien, il dit que je viens de provincial, mais moi aussi je viens de provincial. Alors ça fait vieux, rien. Plus vieux. Ouais, je suis plus vieux, ça c'est juste. Mais ce que tu as réalisé pendant cette semaine, c'est quand même une bonne chose et une très belle performance ce que Vizé a montré aujourd'hui. Merci. Félicitations pour ça.